Hoi allemaal, dit is Rumble Rover. Vandaag zijn we weer bezig met het chassis. Vandaag gaan we een chassis kaal maken. Ik heb hier een chassis van de Samurai. En daar wil ik schroefveren onder maken. Ik heb in principe alleen de langsliggers nodig. Dus alle toeters en bellen kunnen eraf. Nou, ik ben al een uurtje bezig. Ik heb wel twee. Het ziet er aardig op. Maar straks moet ik natuurlijk alles nog even fijn slijpen, alles eraf halen. De bitumen eraf. En dan kan ik de nieuwe onderdelen die eraan moeten. Dit zijn de veerpetten. Dus hier vallen de schok, de veren onderin. Ik heb ook nog onderdelen om de schokdempers aan te hangen. De stuurinrichting komt erop. Dat is voor de schokdempers. A-frame. Nou, ik heb wat slijpschijfjes gehaald bij de AC Tion, de Action. Ja, die vliegen er doorheen, maar voor 40 cent stuk valt het eigenlijk wel mee. Natuurlijk gebruiken we gehoorbeschermers en een veiligheidsbril, want de vonken vliegen er vanaf. Nou, ik hoop dat er nog enig garantie op de chassis zit. Hier en daar is hij wel een beetje roestig. Mooi gat. Goed. Gaan we verder. Nou, dat ziet er al heel anders uit. Ik kan hem bijna in de kast leggen. Hier nog een klein stukje. En daar zal hij ook wel los zijn. Maar we gaan gewoon nog even door. Nou, het schiet al aardig op. Er komt toch nog een heel klein gaatje tegen. Daar moeten we even een plaatje in zetten. Nog één kant. Dan heb ik één langsligger blank. Ja, er zitten wat verstevigingsplaten op. Die kan ik natuurlijk al helemaal af gaan halen. Maar dit zijn toch wel plekken waar straks weer iets aangelast wordt. Dus een stukje stevigheid in die langsligger houden is misschien niet geheel onverstandig. Nou, ik ga nog even door. Dit was het voor deze keer. Tot de volgende keer. Waar ben ik aan begonnen?